De diversiteit maakt mijn werk vooral heel erg leuk. De verschillende klanten waarmee ik mag werken, het contact met mijn collega's, het initiatief wat je zelf mag nemen, je wordt heel erg vrijgelaten als het werk gewoon maar gebeurt. Bang maar verpakking kan eigenlijk heel veel. Dat is ook het mooie van dit bedrijf. We zijn geen producent, dus wij kunnen eigenlijk met behulp van verschillende fabrieken kunnen wij ook verschillende type verpakkingen laten maken. Het voordeel voor onze klanten daarvan is dat ze een heel gamma aan producten bij ons kunnen halen en dat wij dat hele plaatje kunnen invullen. Dus dat maakt Bang maar verpakking eigenlijk wel uniek in de markt. Ik vind een heel jong, gezellig bedrijf. Leuke jonge mensen, maar ook wel, de oudere garde. Maar ja, we gaan allemaal heel erg leuk met elkaar om. De lijntjes zijn hier ontzettend kort en dat maakt het ontzettend gaaf, ook omdat je snel kan schakelen. Het is gewoon heel leuk om voor zo'n groot bedrijf te werken die eigenlijk in zijn intimiteit ook heel klein is. Ja, we doen leuke dingen met elkaar. Gewoon ook wel eventjes in de pauzes even lekker een rondje lopen. De laatste vrijdag van de maand ook vaak een broodje kroket. Dus op Dok 10 noemen we dat dan altijd. Dat is dan om productie en verpakking eigenlijk wat meer samen te brengen. Want ja, die zien we overdag eigenlijk nooit. Dus zo zorgen we weer voor binding. Belangrijk aan een nieuwe collega is dat hij gewoon enthousiast is, lekker zijn ding doet, vol enthousiasme, net als de rest van het team, gewoon elke dag hier naartoe komt. Zodat we echt als een team ook gewoon ons werk kunnen doen. De inhoudelijke kant die kunnen we iemand wel leren, maar gewoon de drive en mensen die ergens voor willen gaan, ja, dat moet vanuit jezelf komen. Als ik 's avonds naar huis toe ga of 's morgens op mijn fietsje hier naartoe fiets en ik zie een vrachtwagen van Bang maar verpakking rijden, dan zwaai ik altijd even of ik toeter eventjes en dan wordt er altijd teruggezwaaid, want wij kennen ook allemaal elkaar. En dat is wel heel erg leuk.